Dit is een korte uitleg van het Hollywood in de klasse filmlab. Sinds 2005, toen mediawijsheid nog een onbekend begrip was in het onderwijs, is Hollywood in de klas al bezig om kinderen te leren hoe je op een leuke manier kunt leren over beeldtaal. Nu mediawijsheid een steeds breder begrip wordt in het onderwijs, wil Hollywood in de klas zijn ervaringen delen, zodat er in de toekomst nog meer scholen in het hele land mee kunnen doen aan het leukste filmfestival van Nederland. De Wilhelmina School. Het Hollywood in de klas filmlab is interactief lesmateriaal wat we steeds verder kunnen uitbreiden. Vergroot het scherm voor optimaal gebruik van het digibord. En bekijk in een aantal delen hoe de theorie van filmmaken op een heldere, leuke, eenvoudige manier wordt uitgelegd. Dit is een shot dat gemaakt is tijdens de vakantie. Hierin werd zomaar wat gefilmd omdat ze wat moois zagen. Er is dus niet nagedacht over het verhaal. Als je een film maakt voor Hollywood in de klas, gaat dat heel anders. Je maakt namelijk geen vakantiefilmpje, maar een echte korte film. Daarbij ga je eerst nadenken over het verhaal dat je gaat vertellen. Een leerkracht of stagiaire kan vrijwel zonder voorbereidingen de lessen eenvoudig geven. Of kinderen kunnen het als huiswerk meekrijgen. In het lesmateriaal is een Hollywood in de klas mediacoach te zien die naspeelt wat er uiteindelijk in de opnameles op school ook gaat gebeuren. Zeker doen? Nou, dit ziet er wel heel leuk uit, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ik zet hem even voor je uit. Namelijk in groepjes werken en zo met de hele klas hun eigen verhaal verfilmen. De theorielessen, zoals scènes onderverdelen in shots, camera stilhouden, de verschillende soorten shots, komen in de praktijk steeds terug. Wat resulteert in een goede leerervaring en een film waar veel mensen naar willen kijken. De film in een bioscoop bekijken en kans maken op de finale zijn vervolgens ervaringen die de kinderen nooit vergeten.